Hi, ik ben Willem Barend. Ik ben geboren in 1550 en was gestorven in 1597. Mijn woonplaats was Formerum, ter Schelling. Mijn beroepen waren dichter, ontdekkingsreiziger en zeevaarder. Ik werd bekend door mijn reis op het water. Ik wou een noordoostelijke route vinden om in Oost-Indië te komen. Het ging erg fout. Ik kwam vast te zitten in het ijs, bij Nova Zembla. Met hout van mijn schip heb ik het behouden huis gebouwd. Maar ik was gestorven door de kou. En ik heb vele zeekaarten gemaakt. Welke ook weer? Oh ja, de Atlas van de Middellandse Zee. Ik heb ook Spitsbergen ontdekt. Daar zijn nu veel walvisvangers. Dat komt allemaal door mij. Wil je nog meer over mij weten? Ga dan naar het museum informeren.